only win, never lose. Cause the only thing we ever share be the truth. We gon' feed the fire till it's burning down the roof. Focus on your heart, cause the feels be the proof. Echt precies over de manier waarop je een vraag stelt. Dus bijvoorbeeld, als ik jou vraag, en je zou toch helpen mee boodschappen te doen? Nou, dan ben je heel boos, maar dan gaan mensen het niet doen. Precies, als je aardig bent. Nee, ze, ga je mee boodschappen doen? Ja, weet je, de vraag is precies hetzelfde. Ja, maar het is heel anders. Dus ook als ik vraag van, hey, train, ga je mee boodschappen doen? Als ik vraag, hey Bibi, ga je mee boodschappen doen? Ja, dat is het. Dus dat is heel erg belangrijk als je iets vraagt aan iemand, dat je niet, het volgende is zeg maar het taalgebruik. Dan is je op een hele oudere manier afstand. Ja. Je zegt van, hé, mag ik jou een vraag hebben? Nee, je moet nu zeggen. Precies. Je moet netjes zijn. Maar als het weer een heel jeugdig iemand is. Dan moet je een beetje, relaxed overkomen. Precies. Dus je moet een beetje aanvullen van, tegen wie ga je wat zeggen. En dan komt, denk ik, het belangrijkste, altijd, is zeg maar, interesse, ja. Je interesse. Voor wie is het belangrijk? Want als ik nou vraag, hé, Mara. Je zou toch mee helpen boodschappen doen of kan je de tas zelf tillen? Nee, niet zo leuk. Nee, maar als ik zeg, hey Mara, ga je mee boodschappen doen, want dan kan je wat eten uitzoeken morgen. Ja, dat wel leuk. Misschien ga je alsnog die tassen tillen. Oh. Daarom zijn jullie journalisten toch? Die zijn er altijd als eerste bij. Maar dat gaan we allemaal op een hoop gooien. En dan gaan we kijken van welke uitspraken vinden de meeste mensen nou het leukst. Ja. En dan op een gegeven moment komen we tot de leukste uitspraken. En die worden ergens hier in de binnenstad, echt in de bestrating, tot een echt nieuw monument gemaakt. Maar ik... Oh, dus een kabel. Ja, dus als je meedoet, heb je kans dat jouw uitspraak dadelijk voor altijd in de bestrating van de stad komt. Ja. Maar wat moet je dan vragen? Nou, je kan dadelijk gewoon gaan proberen. Weet gewoon je? Vragen, je hoeft niet ineens wilt u een tegeltje invullen en dan gaan we kijken wat de tegelwijsheid van Dordrecht is. Kijk, zo komen. Van, we zijn benieuwd naar wat nou jouw favoriete uitspraak is. Heb jij bijvoorbeeld een uitdrukking die je vaak zegt of die je altijd tegen je vriendje zegt? Kan je die, wilt u die misschien opschrijven? Ja, mogen we die, die zijn we aan het verzamelen, mogen we wel doen. Nou, jij zegt meteen ja. Dan hoef ik niet verder meer te gaan uitleggen, toch? Ja. Nee, en stel dat ze nog verder vragen. Nou, als ze bijvoorbeeld nee zeggen, als jij zegt nee, van waarom wil je dat op zo'n tegeltje hebben? Dan kan je zeggen van, nou, de bibliotheek is aan iedere Dordtenaar aan het vragen wat je nou op een tegeltje wil zetten, zodat we heel veel van die dingen krijgen. En dan gaan we kijken aan Dordrecht vragen van wat zijn nou de leukste. Dus als jij meedoet, dan heb je kans dat jouw spreek dadelijk het leukst wordt. Jij vraagt voor mij vinden. Ik was helemaal niet, iedereen was zenuwachtig voor de voorleeswedstrijd en ik niet. Nou, waar gaan we heen, meisje? Ja, weg door. Ik ben hier ook al mee. Er is iemand die ook praat. Misschien ook een spreuk opschrijven. Of een quote of een spreuk. Echt een typische Dordtse? Nou, moet je niet weten. We gaan kan? Ik weet wel een platdoortse, een echte platdoortse. Gooi mij een dalletje in het vat. Ik weet niet of je dat kent. Nee, maar nee? Wilt u misschien eentje opschrijven? Ja hoor. Oké. Okay. Wilt u misschien ook een spreuk opschrijven? Ik kom zelf niet uit Dordrecht, dus dat wordt een beetje moeilijk. Ik kom uit Zeeland, dus. En ik... Mag ik dat dan? Ik zou, wat voor spreuken heb je het? Nou, quote, alles van met de levensmotten. Dus ik heb bijvoorbeeld iemand anders heeft te dichter bij Dordt, hoe mooi je wordt. Ja, oké. Ja. Maar ik zie, jij verkoopt volgens mij iets. Ja, klopt. Hebben jullie daar niet een of andere mooie leus of slogan die je altijd gebruikt? Zeg maar? Ja, ik vind het voor Ben & Jerry's, het ijs. Nou, die hebben toch hele goede lijns. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Alleen, ja, ik gebruik ze nog niet zo heel erg. Ja, dat is goeie. Ik weet het, misschien staat er nog wel eentje. Gaan we even kijken.